Welkom bij Spaar Webshop. In dit filmpje ga ik iets vertellen over het gebruik van chloordrijvers. Als wij bij klanten komen, zien we vaak dat klanten de chloorpillen of de chloortabletten, net hoe je het noemt, los in de jacuzzi gooien, dan wel in het filtermandje. Om twee redenen is dat niet aan te raden. Ten eerste kan de chloortablet op de plaats waar de kuip waar hij ligt of in het filtermandje een afdruk in het materiaal veroorzaken. En ten tweede is je chloordosering niet te bepalen. Hij lost heel snel op en zorgt voor een korte piek in je chloor. Gebruik daarom een chloordrijver. Ik heb er hier twee meegenomen om gewoon even te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Dit is een simpele chloordrijver. Hij heeft aan de bovenkant een kapje wat je eraf kan halen. Hier doe je één of twee chloortabletten in. Je doet hem dicht. Je sluit hem af. Aan deze kant hebben we de regeling. Dus met de behulp van de blauwe ring kan je hem verder opendraaien. Of verder dichtzetten, net hoeveel chloor dat je in je jacuzzi nodig hebt. Deze chloordrijver is groter en heeft ook de mogelijkheid om een heel magazijn aan tabletten of pillen erin kwijt te kunnen. De dop kan je eraf draaien. De koker kun je vullen met tabletten. De dop doe je er weer op. En je kunt regelen hoeveel chloor dat hij afgeeft naar gelang de ruimte die hier onderin is. De stand van je chloordrijver kan je fixeren met behulp van deze ring, zodat hij altijd op dezelfde stand blijft. Gebruik dus altijd een chloordrijver als je met chloorpillen of chloortabletten werkt. Het is beter voor je jacuzzi en het zorgt ook dat je een beter wateronderhoud kan doen. Dit was weer een tip van Spaar Webshop. Kijk voor andere tips en weetjes op ons YouTube-kanaal.